Het is zover. Ik kan jullie eindelijk gaan vertellen waar ik al die maanden zo geheimzinnig over heb gedaan. Voor de nieuwe kijkers onder jullie, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Erik van Vuren, ik ben fotograaf en filmmaker. Ram ook echt gelijk even op die abonneerknop. Voor degenen die het dus gemist hebben, in de voorgaande video's deed ik heel erg geheimzinnig over een blauwe Jaguar, een Jaguar F-Type SVR. Inmiddels is het zover dat ik het eindelijk met jullie kan gaan delen, maar belangrijk is denk ik eerst even, voordat ik het onthul, om het even in een context te plaatsen hoe bijzonder en hoe belangrijk dit voor mij is. Ik begon met het ontwerpen van abstracte afbeeldingen in 2003, toen was ik 14 jaar. En dat waren gewoon 3D-renderingen, die nam ik vervolgens in Photoshop en dan ging ik eromheen brushen. En vervolgens gooide ik dat gewoon online om te delen. Dat vond ik toen eigenlijk al heel erg leuk om te doen, daar heb ik er echt heel veel van gemaakt. En toen ik mijn diploma haalde op de middelbare school, toen vroegen mijn ouders, wat vind je nou een leuk cadeau om, hè, om het te vieren. En toen wilde ik heel graag een cameraatje hebben en dat werd deze Fuji Findpix. Moet je kijken, het past echt gewoon in de palm van mijn hand. Het is echt belachelijk hoe klein het is. 4 megapixel en een schermpje, dat is echt, nou kijk hoe gigantisch klein. De gemiddelde GoPro is inmiddels alweer groter, maar ja, dat was natuurlijk normaal voor die tijd. En daar heb ik heel even mee gedaan en toen merkte ik wel dat ik fotografie echt heel erg leuk vond en dat ik er steeds meer mee wilde doen. Ik was vervolgens naar het Graafs Lyceum gegaan. Ik kwam daar niet binnen op een vormgeefopleiding, omdat ik niet kon tekenen. En toen heb ik uiteindelijk een managementopleiding gedaan. Maar in mijn eigen tijd bleef ik bezig met het ontwerpen van die abstracte afbeeldingen. En kocht ik eigenlijk daarna al vrij snel mijn eerste echte spiegelreflexcamera. De Canon 350D. Ook nog steeds een heel klein schermpje trouwens. De aanloop is lang, ik weet het. Het blijft nog heel even hangen. Het heeft hier namelijk wel mee te maken. Toen ik afgestudeerd was, toen heb ik eigenlijk mezelf gelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat hetgeen wat ik in mijn vrije tijd deed, werd zo goed ontvangen dat ik facturen moest kunnen sturen naar de klanten voor het fotograferen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik steeds meer in die hoek terecht kwam en steeds meer ging fotograferen. En in 2008 kwam de Canon 5D Mark II uit, een fotocamera waarmee je kon filmen. Dat was de allereerste digitale spiegelreflexcamera met een filmfunctie. Ik fotografeerde zoveel dat ik alweer een nieuwe camera nodig had en kocht ik die camera. Niet eens zozeer om die filmfunctie, dat zat er dan toevallig op. Maar ik keek zoveel YouTube video's dat ik op een gegeven moment dacht, nou ja, laat ik het gewoon eens gaan proberen. Nou ja, we zijn inmiddels een paar jaar verder en ik denk dat 90% van mijn werk bestaat uit video en fotografie staat op een veel lager pitje. Oh, ik ben zo erg benieuwd. Ik heb het zelf namelijk nog niet eens gezien. Dit is ook voor mij de eerste keer dat ik het nu in het echt ga zien. Weten jullie wat het is? Het schijnt dat je dus niet mag filmen in de mediamarkt. Dus mijn allereerste reactie toen ik het zag, kon ik helaas niet vastleggen voor jullie. Dus maar even snel terug naar huis. Het is zover. Zo lang hieraan gewerkt en het is zo vet om uiteindelijk het resultaat te zien. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. Start de muziek. Dit is hem dan, de Canon EOS Filmmaker Kit. De Jaguar F-Type SVR. Daar sta ik. Dat is echt heel maf voor jongens om jezelf zo terug te zien op een doos wat je gewoon uit de winkel kan halen. Alle onderdelen die in de doos zitten, daar ga ik zo meteen nog wat verder op in. In samenwerking dus met Canon en Mediamarkt. Hoe vet jongens, echt. Ik was eerder dit jaar dus benaderd door Canon met de vraag of ik hier aan mee wilde werken. En daar hoef ik natuurlijk geen enkel moment over te twijfelen. Dit is het merk waar ik vanaf begin af aan mee begonnen ben. En het feit dat je nu zelf iets hebt kunnen samenstellen. Wat vervolgens dus in zo'n doos met je eigen naam en hoofd. En is je er, als je hem openmaakt en vervolgens daar uitlegt met je eigen profielfoto.
erop heb staan. Dat is echt zo'n gigantische eer. Zo vet. En dan hoor ik je denken, maar waarom staat het aan de andere kant in het Frans? Dat heeft ermee te maken dat deze kit in meer dan 56 mediamarktwinkels verkocht gaat worden. En dat betekent dus niet alleen in Nederland, ook nog eens een keer in België en ook nog eens een keer in Luxemburg. Dat is echt, echt krankzinnig. Daarbij komt ook nog eens een keer dat ik voor deze productie meer dan 16 video's heb mogen maken. Dat gaat niet alleen over het filmmaken, maar dat gaat ook op het fotografiegedeelte in. Voor de fotografiekits hebben ze Bas Milker, een hele bekende landschapsfotograaf. En die heeft dus een landschapsfotografiekit. Heb je William Rutte, een celebrityfotograaf en natuurlijk bekend als jurylid uit Het Perfecte Plaatje. En Pim Ras, misschien wel de meest bekende sportfotograaf en zilveren camerawinnaar. Die heeft dus een sportkit. De bedoeling van deze kits zijn dat je gewoon letterlijk naar de winkel loopt, de doos kan halen en dat je dus een lens met toebehoren kan kopen. En dat je eigenlijk de basiselementen hebt om te beginnen met hetgeen wat jij wil gaan doen. Om jullie alvast een beetje warm te maken, dit is de trailer. Het gaat er bij video juist om dat je van tevoren bedenkt wat wil je vertellen en op welke manier ga je dat vertellen. Daarbij heb je geen grote dure videocamera nodig om dat te doen. Je kan namelijk juist al met een digitale spiegelreflexcamera die onscherptes gebruiken die zo bekend zijn uit de fotografie, om ergens heel erg de nadruk op te leggen. Ik ga jullie even laten zien wat er allemaal nou in die doos zit. Zodra je de doos opent, er zit er een tips en tricks boekje en daarin staan dus allemaal tips en trucs namens mij wat ik jullie wil meegeven op het moment dat je dus gaat filmen waar je naar mijn idee op moet gaan letten. Het belangrijkste daarna is de Canon 50mm 1.8. Een hele kleine compacte lens, maar die is heel erg lichtsterk. Dit was ook een van mijn allereerste lenzen die ik zelf kocht. Inmiddels is die al veel meer verbeterd. Je kan zien dat er een metalen rand onder zit. Dat had die van mij toen nog niet. Ze noemden hem destijds de Plastic Fantastic. Maar het fijne aan die lens is dat die gewoon dus echt heel klein is en zo lichtscherp, waardoor je die hele mooie wazige achtergronden kan maken. Daarbij komt nog een portretfilter. Het zorgt natuurlijk voor dat je lens beschermt op het moment dat je aan het filmen bent. Een zonnekap. Zorgt er weer voor dat de schitteringen uit je beeld blijven. En dan vouw je hem dus helemaal open. En daaronder zit de Rode Video Micro. Een hele kleine, krachtige microfoon. En die zorgt natuurlijk voor dat je goed geluid gaat opnemen. Er zit nog veel meer in de doos. Ik zal de link naar de MediaMarkt website even in de beschrijving zetten. Dan kan je zelf kijken wat er nog meer in zit. Maar belangrijk bijvoorbeeld is nog 100 gig opslag in de cloud bij Canon. Daardoor kan je al je foto's en je video's online opslaan, waardoor je op elke mogelijke plek waar je ter wereld ook bent, heb je er toegang toe. Ik zal de link dus even in de beschrijving zetten. Dan kan je kijken wat er nog meer in zit en eventueel nog meer over lezen. Maar hoe vet is dit, jongens? Echt, ik vind het zo'n gigantische eer. Zoals de doos al zegt, ik ben klaar voor je verhaal. Ik ga deze weggeven aan een van jullie, ter waarde van €239. Wat je moet doen, is mij volgen op Instagram. De link staat in de beschrijving. Reageer onder de foto met de doos. Belangrijk is natuurlijk even te melden dat je al wel een Canon-camera moet hebben, omdat dit een lens en toepassingen zijn voor een Canon-camera. En je moet iemand taggen waarvan jij vindt dat die persoon het verdient om deze doos te winnen. Dus overtuig mij met jouw verhaal en dan kom ik die persoon persoonlijk deze doos overhandigen. Dat was het voor deze video. Hartstikke bedankt voor het kijken. Dit was nog steeds heel erg onrealistisch, maar ik ben blij dat ik het nu eindelijk met jullie kan delen. Reageer ook even dus op mijn Instagram foto en dan kom ik dus heel snel die doos overhandigen bij degene waarvan jij vindt dat die je moet winnen. Ram nog even op die abonneerknop. Er komen nog veel meer video's aan. Ik weet dat ik de laatste tijd niet heel erg veel heb kunnen uploaden. Dat gaat veranderen. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei!